prostaatkanker moet uit de taboesfeer worden gehaald. Hoe sneller dat gebeurt, hoe eerder er hulp geboden kan worden aan de patiënten. Dat is de stelling van de Prostaatkankerstichting. De stichting hield donderdag een lezing waarbij voorzitter Chas Warning inging op deze ziekte. Kanker is wereldwijd een van de meest voorkomende kankersoorten onder de mannen. Bij prostaatkanker ontwikkelen de kankercellen zich in de prostaat. Deze bevindt zich rondom de plasbuis. Wie leidt aan deze vorm van kanker, plast moeilijker, heeft een slappe straal bij het plassen en heeft last van nadruppelen. Vooral 50-plussers lopen de kans om deze vorm van kanker te krijgen. Hoe openlijker de man hierover praat, hoe meer kans op hulp en dus ook genezing. Warding zelf leidt aan deze vorm van kanker. Tijdens de lezing sprak hij openlijk hierover. Je leven gaat op zijn kop. Zij die nog niet in die fase zijn beland en ik hoop niet dat je daar terecht kwam. Als je zo bij zo'n specialist komt, dan kom je binnen en dan meneer Warning of meneer Pietersen, hoe gaat het goed, dit, oké, we gaan het onderzoeken. Maar toen de mensen het resultaat hadden en ik kwam die kamer binnen, gingen alle deuren op slot. Later heb ik begrepen het slecht nieuwsgesprek. Ik hou van grappen maken. Dus ik dacht, jongen, om te beginnen, dat moet u allemaal onthouden. Ga nooit alleen naar het gesprek. Neem altijd een vertrouwenspersoon mee. Als het nu is uw vrouw, uw partner, een van uw kinderen, maar ga nooit naar het gesprek alleen. Want 90% van het gesprek gaat langs je heen. Als patiënt. De stichting heeft wel wat informatie ten behoeve van de gemeenschap, maar is nog niet tevreden. Er is namelijk geen data over het aantal gevallen van prostaatkanker in Suriname. Warning wil hierin verandering brengen. Ik denk, we zijn een kleine samenleving, dat is de ambitie van de stichting, hè? Dat wij de overheid zullen moeten kunnen overtuigen dat de specialistische kennis hier naartoe gehaald moet worden. En als dat te veel is, gaan wij er naartoe. Omdat het niet nodig is, dat is de boodschap, het is niet nodig dat mannen sterven vanwege prostaatkanker. Kijk, als je agressieve prostaatkanker hebt, dan is dat zo. Niet leuk, maar ik denk dat wij op dat stuk er alles aan moeten doen om u te kunnen bedienen. Dat is dus de voorzitter van de Prostaatkankerstichting, Chas Warning, bij de lezing over prostaatkanker in het park. Het streven van de stichting is om deze vorm van kanker uit de taboesfeer te halen.